Champs, hij staat hier naast me met dat ding. Eindelijk, alhamdulillah, we hebben hem. Hard voor gestreden, harde partij, maar we hebben hem. Ik sprak net jouw coach, kippenvel man. Hij zegt, hier hebben we 10 jaar voor gevochten man. Ja man, ik zit al 10 jaar of langer bij hem en dag in, dag uit, zoveel blessures, zoveel dingen dat niet goed ging tijdens het sparren. Ik ben al 1,5 maand geleden al gestopt met sparren omdat ik weer een blessure opliep tijdens het sparren. Dus het liep niet echt heel lekker tijdens het sparren. Er zit zoveel spanning in en we hebben het gewoon weer geflikt man. Je hebt het zeker geflikt man. En inderdaad wat je zegt, je komt van een blessure, tijdje eruit geweest, je mist die ritme. En in één keer moet je voor de belt gaan. Weet je wat het is? Dan heb ik aan Donnergy te danken. Weet je, mensen die mij gaan soort van agressief maken, ben ik juist op mijn best. Ik vecht juist op mijn best. Ik ben juist meer gefocust. Ik weet dat hij mij uit mijn tent wou lokken. Maar is het verkeerde? Bij mij werkt het juist anders. Als ik juist emotioneel ben, juist heel veel dingen op mijn hoofd krijg, vecht ik op mijn best. Je hebt nu ook gezien, volgens mij was het een van de mooiste partijen ooit. Je hebt gelijk inderdaad. Veel mensen raken een beetje van koers op het moment dat ze emotioneel of boos worden. Maar jij zegt, ik word juist beter als je me voedt. Ja, maar ik word juist beter. Want dan weet ik van wat ik het doe. Vroeger kreeg ik ook altijd te horen van, ja, jij zal nooit wat bereiken. Op school mijn mentor die dat ooit tegen me heeft gezegd. Dus het is alleen maar motivatie. En dan krijg ik weer zo'n, laat me gewoon netjes houden, Donnergy. En dan, ja... Motiveert me alleen maar meer. Als we samen heel kort de wedstrijd analyseren, hoe ging het voor jou? Weet je, het is zoals je al van mijn partij gewend bent. Ik ben eerste ronde verlies ik altijd. Altijd, want ik ben het van me gewend. Mijn trainer ook, we weten dat we eerste ronde altijd verliezen. Maar ik laat mijn eerste ronde altijd, mijn tegenstand laat ik even groeien. Om te laten zien, oh van, oh ik ben beter, oh hij bakte niks van. Maar ik ben hem de eerste ronde gewoon alleen maar aan het testen. Aan het kijken wat hij aan het doen is. Ik laat hem lekker gaan groeien. Ik laat hem groeien in de eerste ronde. En dan de tweede ronde kom ik er overheen. En dan maak ik hem echt bang. En dan zie ik hem derde. Eind derde zie ik hem afbreken. Ja, en dan raak ik nog meer gemotiveerd door. Want breek ik iemand mentaal af. En ja, dan ga ik er overheen. Je hebt gelijk. Ik moet gelijk denken aan Floyd Money Mayweather. Die downloadt altijd de eerste ronde. Standaard verliest hij de eerste ronde, maar hij verliest nooit. Je ziet het bij mijn partijen ook. Al mijn partijen eerste ronde altijd verloren. Maar het is gewoon hoe ik naar mijn tegenstander kijk. Laat hem gewoon lekker even groeien. Ik kijk gewoon wat hij doet. Ik kijk waar hij veel aan het werk. Ik zag dat hij heel veel op de lichaam werkte. En hij wou de knieën, maar ik gaf hem die kans niet. Want ik ging de hele tijd naar de buitenkant. Dus ja, en toen we hadden een goede gameplan. We hebben echt veel hard gewerkt met mijn trainer Michael Polano aan deze gameplan. En het heeft gewoon gewerkt. Ja, in mijn ogen was het de fight of the night. 100%. Voor mij was het ook de fight of the night. Wacht alleen maar nog een bonusje. Het was echt een mooi gevecht. Het was close, dat hoort bij een mooi gevecht. Ik had het 2-2 voor we de laatste ronde ingingen. Had jij dat ook zo? Had je het gevoel dat je die laatste ronde moest winnen? Nou, voor mij elke ronde had ik het gevoel dat ik die moet winnen. Kijk, de eerste wist ik. En de rest, ja, ik probeerde gewoon zoveel mogelijk te combineren. Had me wel volgens mij... Ik weet niet wat hij gaf, volgens mijn lever of zo. Toen moest ik even gaan happen. Maar uiteindelijk ging ik gewoon heel, heel goed eroverheen. Ja, en voor mijn gevoel deed ik gewoon net meer. Ik combineerde, ik ronde af. Ik zag dat hij last had van die low kick. Dus ik ging weer hoog, laag. Level change de hele tijd. Ja, en je blijft naar voren lopen. Wat dat betreft doe je je naam de tank eer aan. Ja, maar weet je eens, dat heel veel mensen die zeggen, ja, die tegen me gaan vechten. Ja, we weten hoe Tarek kan vechten. Hij gaat alleen maar naar voren. Ik heb een betere gameplan voor hem. Maar ik zei, tot ik voor je sta, dan laat me zien dat jij die gameplan na kan komen. Ja, ik zat in de tribune en iedereen kijkt altijd uit naar jou. Dat is het. Ze kijken altijd naar Tarek Gwebbes uit als hij in de ring staat. Weet je, ik hou gewoon het beste uit mijn tegenstander. Want dat weet ik. Ik had ook de interview. Wist je dat het zo'n mooie partij zou zijn? Ik zeg, ja, ik weet het. Want ik... Blijf komen, je moet met mij vechten. En dan haal ik gewoon het beste uit mijn tegenstander. En dan, en dan gaan we gewoon knokken, man. En dan, ik geef gewoon de publiek waar ze voor betalen. Daarom, heel de stadion ging los. Echt, heel de stadion ging los. En dat motiveerde me echt. Daar, ik, bababab. Dus dat was gewoon superleuk, man.
Mooi man, en hoe beter de tegenstander, hoe beter jij wordt. Kort, want je bent een druk bezette man. Heel veel respect dat je altijd tijd voor ons maakt. Wallahi, dat waardeer ik heel erg. Wat betekent deze belt voor jou? Heel veel man, broer. Ik ben meer dan 20 jaar in deze game. Het heeft heel veel voor me betekend en ik heb hem eindelijk, man. Alhamdulillah, man. Heel hard voor gewerkt. Mijn moeder is bij mij, die is super trots op mij natuurlijk. Huilen de hele dag. Mijn kinderen die weten, papa, je gaat wel die gouden belt meenemen naar huis, hè. Dus dat betekent heel veel voor mij. Ik heb heel veel voor hard gewerkt. Vorige keer natuurlijk verloren die belt, maar nu hebben we hem, man. Alhamdulillah, man. En nu lekker focussen voor de Ramadan. Ik heb er zin in, man. Ja, alsjeblieft, begin niet over moeders. Dan gaan we hier allebei staan janken. Ja. Wat wilde ik jou nou vragen? Als jij nu echt kijkt... Je zat hier bij de persconferentie en je zegt... Ik wil voor de champ-champ-status gaan. Je denkt gelijk aan een divisie hoger? Ja, maar ik ben nooit uit de divisie gegaan in het zwaargewicht. Ik heb altijd tegen Robbie gezegd... En ik zeg, als iets interessant voor mij is... Dan vecht ik. Ik ga niet zomaar losse partij vechten. Maar ja, als champ mag je andere champ uitdagen. Ik ga eerst even genieten van mijn rust en zo. En dan ga ik kijken... Hoe we het gaan doen met Glory. Misschien ga je op een andere partij voor me. Dat het later in de toekomst is ook goed. Maar ik wil dubbel divisie champ worden. 100%. Inshallah, we gaan eerst een maand Ramadan in. Lekker tot bezinning en rust komen. Kijk je ernaar uit? Zeker. Ik ga ook even lekker naar Marokko een weekje met mijn moeder. Heerlijk man. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ik zie je na de Ramadan, broeder. Het gaat je goed. En nogmaals gefeliciteerd. Inshallah, dankjewel.